Goedenavond. Nog 5 dagen en dan mag er weer heel erg veel. Maar wel op 1,5 meter afstand. En zo kunnen we dan toch op 1 juli gevoelsmatig het eerste hoofdstuk van het coronadrama afsluiten. Dat veel verdriet bracht, maar ook die ellende groeide ook mooie dingen. De saamhorigheid bijvoorbeeld, de helpende hand over en weer. En de zorgmedewerkers die het gevaar trotseerden en bleven werken. En soms nieuwe prioriteiten. Zoals bij Frans Kollar, die 6 weken lang in coma lag. En dit was het allereerste wat hij deed toen hij deze week na 3,5 maand weer terugkeerde in het Eikske in Landgraaf. Het waren moeilijke tijden, maar jij was er altijd voor mij. En daarom vond ik ook dat je een supervrouw was. Wil je mijn vrouw worden? Ja, mooie taferelen in Landgraaf. We kijken vandaag terug en vooruit naar de winter met David Jonge van Zuiderland. Die zelf in maart nog even in de piek zat toen die besmet bleek met corona. En Helen Mertens start deze zomer als voorzitter van de Raad van Bestuur in het Universitair Ziekenhuis in Maastricht. En Mandy Bertens, die zit u hier, die is deze maand de gast en het gezicht geworden van veel medewerkers in de zorginstellingen. Haar dienst zit er net op. We praten met Mandy over de nieuwe bezoekregeling. En Maurice de Hond, die is sceptisch over de 1,5 meter, zeker buiten, maar maakt zich vooral zorgen over de ventilatie in de Limburgse zorginstellingen. Vanavond in deze aflevering van Avondgasten Corona in Limburg. Van harte welkom met de laatste coronatussenstand. Geen nieuwe ziekenhuisopnames meer in Noord- of Midden-Limburg. En zo zet de gunstige trend dus door. En dan mag ik onze gasten vanavond wel mee complimenteren. Feliciteer ook. U heeft ook op de bres gestaan natuurlijk de laatste maanden. David Jonge, u bent ook hardloper, dat weten we. Heeft ook corona gehad. Heeft u nog een beetje conditie? Ik heb weer opnieuw conditie. Daar heb ik wel weer hard voor moeten werken, want die was helemaal weg. Maar ik heb weer wat conditie. Ja. Nou, fijn om te horen. En dan heeft u toch een kleine marathon kunnen maken met het ministerie. Ja, want u komt net terug van een overleg over de vraag wie gaat straks de gederfde inkomsten van de ziekenhuizen betalen. Ja, we hebben gederfde inkomsten, dus minder inkomsten en extra uitgaven. En we zijn al weken in overleg, eigenlijk al maanden, met de verzekeraars en met het ministerie, hoe we dat voor dit jaar gaan oplossen. En nou goed, ik moet eerlijk zeggen, ik heb goede hoop dat we daar volgende week echt een totaal afspraak over kunnen maken. En er ook mee naar buiten kunnen komen. En u praat dan voor alle ziekenhuizen? Ja. Ja. Dus spannend. Het is superspannend. En het is ook echt een echternachtprocessie geweest. En nog een beetje. En als ik hier vorige week had gezeten, dan was ik minder optimistisch geweest. Maar we hebben echt wel goede stappen gezet deze week. Dus volgende week meer. Ja, en u kent onze andere gast ook heel goed, Helen Mertens. Hè. U heeft samen gewerkt in Zuiderland destijds nog. U wordt bestuursvoorzitter. Bent nu eigenlijk al een beetje aan het inwerken, kunnen we eigenlijk niet zeggen. Want u heeft min of meer die crisis geleid, hè, in Maastricht. Moet ook goede berichten zijn voor u dat we eruit gaan komen. Nee, beslist. U gaf al aan, we komen in een heel ander hoofdstuk, in een andere fase. We kijken natuurlijk terug op een hele bijzondere en ook best wel zware tijd. Mm-hmm. Waarin er heel veel aandacht geweest is voor de COVID-patiënt. Voor de medewerkers, ook in deze uitzending uiteraard. En dat is terecht, hè, want deze medewerkers hebben onder hele bijzondere omstandigheden veel werk en veel goed werk moeten verrichten. En waar eigenlijk minder aandacht voor geweest is, en misschien is het wel goed om daar vanavond even aandacht aan te geven, is voor aan al die andere Limburgse patiënten. Want ook die patiënten hebben natuurlijk onze zorg nodig. En dan bedoel je die patiënten die niet zozeer met corona kampen, maar met andere ziektes of andere klachten? Precies. Nou, dat zijn de patiënten die natuurlijk ook last gehad hebben van de crisis. En ik weet als dokter nog goed hoe het is als je de zorg aan patiënten niet kunt geven, waar die eigenlijk patiënten hoge nood aan hebben. En wat kunnen we eigenlijk alleen maar dankbaar zijn dat die patiënten een stapje terug gedaan hebben. En dat ons de gelegenheid gegeven hebben om aandacht te geven aan de patiënten met COVID. En de druk voor deze patiënten was groot. Hè? En we gaan ons nu weer maximaal inspannen om er ook voor die andere, alle andere Limburgse patiënten te zijn. Met aandoeningen COVID of non-COVID. Die solidariteit was zeker natuurlijk een punt wat een van de mooie elementen is geweest die zijn voortgekomen uit deze coronacrisis. Kunt u langzaam die mensen met andere klachten, kunt u ze weer helpen? Hoe is het met de OK-capaciteit bijvoorbeeld op dit moment? Ja, daar zijn we drukdoende. Daar gaat alle aandacht naartoe momenteel. We hebben deze week de laatste bijeenkomst gehad van het crisisbeleidsteam.
En we hebben ons natuurlijk gefocust op het inhalen van de uitgestelde zorg en het weer opstarten van de reguliere zorg. Dat is best ingewikkeld, kan ik u zeggen. Maar sinds 2 dagen, sinds woensdag, hebben wij weer de maximale OK-capaciteit. Druk op het beddenhuis, op de verpleging, is nog heel groot. Want wat we zien is het ziekteverzuimen is nog ongekend hoog onder de verpleging en de verzorgenden. Nog een beetje een erfenis van de coronatijd? Ja, dat zit daar zeker tussen. Dat is niet helemaal goed te duiden, want we hadden een ziekteverzuim wat ook al iets hoger was aan het begin van de crisis. En waar ligt dat nu op? Op welk percentage? We hebben een overal ziekteverzuim van 6%. Dat lijkt nog mee te vallen, maar onder de verzorgende en verpleging is het ruim 9,5%. En dat betekent dat je daar echt in de zorg last van hebt. Dat je rekening moet houden met minderde capaciteit aan bedden. Dus de druk op het beddenhuis is hoog. Ja, meneer Jongen, bij u ook een probleem? Ja, we zijn ook weer helemaal open sinds een dikke week met de OK's. Maar het ziekteverzuim speelt ook echt in Zuiderland? Ja, we zitten nu weer op hetzelfde niveau als vorig jaar rond deze tijd. Dat is trouwens nog steeds een beetje hoog. Dat is rond de 8%. Maar het is veel hoger geweest. Dus het loopt nu ook terug, godzijdank. Maar het blijft krap. Ik bedoel, we proberen ook zorg in te halen. Dus we draaien volle bak met mensen die ook al een crisis achter de rug hebben, medewerkers. En dadelijk wordt het toch echt zomervakantie. En dan gaan we ook weer een beetje afschalen, zodat mensen op vakantie kunnen. Maar op dit moment draaien we volle bak. En we moeten even kijken hoe we aan het eind van het jaar eindigen. Maar er zijn best nog wel wat wachtlijsten. Ja, een van de dames die op de pres heeft gestaan al deze maanden lang, en volgens mij ook niet ziek is geweest, is Mandy Breintjes. Zij was werkzaam, is dat nog altijd, coördineerd bij Hoogstaat in Sittard, verpleeginstelling. Een verzorgingshuis. En daar waren in de allereerste fase van de coronacrisis eigenlijk de eerste besmettingen te constateren. Heel fijn, Mandy, dat je er bent. Het is natuurlijk een periode waarin we langzaam ook weer een beetje recupereren van die coronacrisis. En ik begreep dat er in Hoogstaat iemand was van boven de 90 die langzaam ook weer terug is. Ja, dat klopt. Bij ons woont inderdaad een mevrouw die wat echt flink ziek is geweest. 91 jaar. En waar we echt van dachten van, ja, die mevrouw gaat het niet redden. Ook familiegesprekken geweest. Eigenlijk min of meer al afscheid van haar genomen. En ja, ze is er echt heel goed bovenop gekomen. En ja, we hebben vorige week nog een gesprekje met haar gehad en met haar zoon. En ja, beide kijken ze echt heel positief terug op de periode van ja, hoe wij voor hun gezorgd hebben. En ja, ze is er nog en daar is ze gewoon heel erg blij om. Ja, dat is heel erg fijn om te horen. Zo dadelijk komen we bij je terug praten, onder andere over de bezoekregeling en de druk die er toch wel is van veel familieleden om vaker te komen, nu de minister het heeft gezegd. Maar eerst gaan we nog even naar toekomstig bestuursvoorzitter van het MUMC Plus in Maastricht. Want u begint meteen met een erfenis van 4 miljoen in de min door dat noodhospitaal. Ja, we hebben uiteraard veel kosten gemaakt vanwege de COVID. En we hebben ook veel kosten moeten maken waarvoor we inkomsten niet hebben kunnen binnenhalen, omdat we die zorg niet hebben kunnen verspreiden. Ja. Dat, deze beelden uit het MEC, dat noodhospitaal, dat wordt u ongetwijfeld nagedragen nog, of toch niet? Nee, daar wordt veel over gesproken uiteraard. We hebben in de fase waarin de toestroom van het aantal patiënten nog steeds heel fors was en we nog geen effect bemerkten van de beperkende maatregelen van de intelligente lockdown in Nederland, hebben wij dat MEC ingericht voor tweede lijns patiënten. Dus dat betekent dat was medicatie mogelijk, infuus mogelijk, zuurstof geven. Echt als een extra verpleegafdeling. Als u nu terugkijkt, dan denkt u toch nog van ja, in die periode, met dat perspectief, was dat toch een goed besluit, was gewoon echt nodig. Ja, zeker. Ik denk met de kennis van toen en met de enorme stijging van het aantal nieuwe patiënten was dat beslist een goed besluit. We hadden vooral ook de situatie niet willen onderschatten. We hadden de beelden van Italië op het netvlies, waarin patiënten in sporthallen, in gangen van ziekenhuizen de zorg kregen die zij toen hard nodig hebben, maar van een andere kwaliteit dan de zorg die wij bij Opschalen en de MEC daar hadden kunnen verdienen. Ja, maar het kost natuurlijk miljoenen. De verzekeraar die zei eigenlijk van luister eens, wij weten niet of wij dat gaan betalen. Want we zijn helemaal niet eens met de procedure zoals het destijds is gegaan. Bent u daaruit ondertussen? Krijgt u dat geld van de verzekeraars? Nee, eerlijkheid gebied te zeggen, we zijn daar nog niet helemaal uit. Maar we zijn goed in gesprek met de zorgverzekeraars daarover. Het is nog niet helemaal duidelijk of de kosten voor het MEC ook onder de algehele kosten van de COVID zullen vallen. Maar ik moet zeggen, alle signalen wijzen erop. En ik heb er alle vertrouwen in dat we daar met de zorgverzekeraars goed gaan uitkomen. Ja. En mocht het dan toch anders uitlopen, misschien is dat ook goed om te zeggen. Wij verkeren natuurlijk al jaren in een solide
financieel goede situatie. Dus het zal nooit invloed hebben op ons personeelsbestand. We zullen niet hoeven in te grijpen of op de werkgelegenheid. Dus nou goed, we denken dat we met de zorgverzekeraars deze kosten goed... En u kunt wat hebben, wil u eigenlijk zeggen. Ja, wij kunnen het hebben. Ja. Het was in een periode natuurlijk dat we geconfronteerd werden met dat nieuwe virus. En dat ook niet helemaal duidelijk werd van ja, hoe gaat dat nu, die verspreiding? Gaat dat nu via voorwerpen? Of gaat dat misschien toch via hoesten en niezen? Of gaat het misschien wel via druppeltjes door de lucht? Die hele lichte druppeltjes. TU-hoogleraar Bert Blokke die was hier en die zei, die aerosols die zijn eigenlijk zwaar onderschat. Via het ventilatiesysteem zou dat best nog wel eens een rol kunnen hebben gespeeld. The findings show that these clouds, particularly under usual conditions of temperature and buoyancy, has a tendency to go higher in the room and get sucked into the ventilation system. I could be in this end of the building and somebody could be in contact with my pathogens through infiltration in the ventilation system without me actually meeting that person. Ja, en zou dat ook een verklaring kunnen zijn dat bijvoorbeeld in heel veel verzorgingshuizen en verpleeghuizen via de luchtcirculatie dat virus uiteindelijk is blijven hangen? Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja, dat zou een verklaring kunnen zijn. Zeker wanneer de ventilatie, en dan met ventilatie bedoel ik dan echt verse lucht van buitenaf die toegevoerd wordt, en wanneer die ontoereikend is. Duidelijke woorden dus van de hoogleraar uit Eindhoven. We praten verder over die aerosols met Maurice de Hond, die eigenlijk al maandenlang aandacht vraagt voor de verspreiding van het virus via de lucht. Goedenavond, meneer de Hond. Fijn dat u even tijd voor ons heeft. Hè. U hoorde net Bert Blokke, die zei, wellicht hebben die aerosols een rol gespeeld bij de verspreiding van het virus in de Limburgse verzorgingshuizen. Zijn er daardoor ook zoveel doden gevallen? U beweert het ook al een hele tijd. Waarvan die overtuiging? Waar komt vandaan? Ja, dat komt ervan omdat je op een gegeven moment een soort patroon ziet. En dat patroon laat zien dat nogal veel zogenaamde superspread events zijn geweest. Dat zijn dus gelegenheden waarin één klap ontzettend veel mensen tegelijk zijn besmet. En dat zijn nogal veel van dat soort gelegenheden waarin één klap veel mensen zijn besmet. En de enige manier waarop dat logischerwijs kan, is dat als het via de lucht gaat en mensen vervolgens dat virus een lange tijd inademen. En in Duitsland, vlak over de grens bij Sittard in Gangelt, heeft professor Streek onderzoek gedaan. En zijn onderzoeksresultaten wijzen er ook op dat het virus onder bepaalde condities lang in de lucht blijft hangen. En als je dan maar lang genoeg inademt, dan komen er genoeg virusdeeltjes in je longen om daar erg ziek van te worden. Ja, zo dadelijk spreken we nog even over dat onderzoek van Hendrik Streek. Want het is inderdaad hier om de hoek in Gangelt. Daar waren de eerste coronabesmettingen. Ook in Duitsland was al eind februari het geval. Als dat zo zou zijn, en we zouden inderdaad moeten uitkijken in de verzorgingshuizen, in de verpleeghuizen straks, vanaf november, december. Wat zou er dan met de ventilatie moeten gebeuren? In de komende 3-4 maanden moeten gewoon alle ventilatiesystemen in Nederland coronaproof worden gemaakt. En als dat gebeurt, als jouw instelling of jouw kantoor coronaproof heeft, prima. En als ze dat niet hebben, dan moet je tot zolang dat het geval is gewoon extra voorzieningen treffen. Want je loopt gewoon in het najaar en in de winter extra risico's als jouw ventilatiesysteem niet goed is afgesteld. En ik denk echt dat we grote risico's lopen als we in de komende 3-4 maanden, en we hebben niet zo verschrikkelijk veel tijd, niet vol gaan voor een deltaplant ventilatie. Maar als het die aerosols zouden zijn, waarom bent u dan zo sceptisch over die 1,5 meter afstand? Want je zou toch zeggen, ja, als je op grotere afstand van iemand staat, hang je ook minder in die wolk van die aerosols? Nee, die aerosols die blijven gewoon in een ruimte hangen. En ongeacht waar je staat, komt het om je heen als er geen ventilatie is. Mijn punt is, ja, je kan ook zeggen, waarom gaan we de hele samenleving niet inrichten dat we iedereen op 20 meter zetten? Dan zou het misschien nog veiliger zijn. Het belangrijkste is, buiten is het echt klinkklare onzin dat we daar op 1,5 meter moeten. Daar kunnen we gewoon, het is heel gezond buiten, kunnen fantastisch leuke dingen doen. Je risico om besmet te worden is vrijwel nul. Binnen denk ik ook dat het niet nodig is, maar oké, Allah, laten we daar dan nog maar even wat voorzichtiger zijn. Maar het cruciale is, waarom moeten wij de samenleving en de mensen, zowel economisch, sociaal als trouwens ook volksgezondheid, voor allemaal beperkingen stellen, als het A, geen echte rol speelt, en B, ja, we moeten ook afwegen, wat is de schade van het een en wat is de schade van het ander? Moet je eens kijken wat de economische schade is die we opgelopen hebben de afgelopen 3 maanden. Wat de sociale schade is en wat ook trouwens de schade nog zal zijn bij de volksgezondheid. Hoeveel mensen aan behandelingen later toegekomen zijn. Het is echt gewoon, de schade
ja, we hebben nog geen clue over de omvang van de schade die nog op ons afkomt. Voor wat betreft het vervolg van de komende maanden, hoe denkt u dat de Nederlandse bestuurders van de zorginstellingen erin zouden moeten gaan zitten? Want we hebben er 2 aan tafel zitten. Nou, in de eerste plaats bij zorginstellingen. Ik zou veel meer vrijheid creëren voor mensen om familie te bezoeken. Alleen, ik zou bijvoorbeeld, zeker nu het zomer is, zorgen dat dat buiten gebeurt. En als het buiten gebeurt, kunnen ze elkaar knuffelen, kunnen ze elkaar aanraken, kunnen ze werkelijk alles doen. Ik zou in ieder geval niet dingen binnen gaan organiseren met de ramen dicht. Dat is ongeveer het slechtste wat je kan doen. Dus het is ventilatie, ventilatie, ventilatie. En juist omdat er op dit moment in Nederland vrijwel geen besmette mensen zijn, kan je het overgrote deel van het normale leven hervatten. In het najaar kunnen we weer problemen krijgen. En ik denk dat die zorginstellingen, als er één plek is waar in Nederland die zorginstellingen, de ventilatiesystemen, de HVAC-systemen zoals het heet, volledig nagelopen moeten worden, is in die zorginstellingen. Goed, Maurice de Hond, hartstikke bedankt. En bedankt ook natuurlijk voor alle tijd en energie die in het onderzoek heeft gestoken. Het houdt iedereen scherp. Dank je wel. Graag gedaan. En we kunnen erover verder praten met David Jonge, bestuursvoorzitter van Zuiderland. Wat vindt u van de oproep van Maurice de Hond? Nou, ik ben geen deskundige op aerosol, hè, maar wij hebben op dit moment in onze verpleeghuizen hebben we 0 besmette cliënten. We testen heel laagdrempelig, dus bij wijze van spreken als een cliënt een keer niest, wordt die getest. We testen ongeveer 20, 30 mensen per dag. En de afgelopen weken hebben we geen enkele positieve test gehad. We gaan uiteraard gewoon mee in het versoepelen van de bezoekersregeling. Hè. Wij willen dat ook heel graag, dat mensen weer hun familie kunnen zien en kunnen knuffelen. We ventileren ook heel erg goed. En ik begrijp dat over dit soort maatregelen de deskundigen met elkaar in Nederland in de clinch liggen. Ik begrijp ook dat het RIVM met iets van een deltaplan aan het komen is. Op, ja. En daar gaan we natuurlijk met heel veel interesse naar kijken. Want als dit klopt, ja, dan hebben we nog een heleboel werk te doen. Ja. Ja. Als we terugkijken natuurlijk, hè, Maurice de Hond heeft het daar zojuist ook al over. We hebben eigenlijk die mensen binnengehouden in die zorginstellingen. Dat is eigenlijk toch de foute maatregel geweest als we terugkijken. Nee, dat denk ik echt niet. Hè. We hebben wat wij zagen is dat besmettingen zijn vrij zeker binnengekomen, of door bezoek of door medewerkers, ongewild allebei. En wat wij zagen in huis is daar waar een besmette bewoner of cliënt was, dat die ook om zich heen mensen besmetten. Mm-hmm. Maar daar met die mensen naar buiten gaan is ook geen oplossing in maart en april. Dus wat we hebben geprobeerd is om ervoor te zorgen binnen zo'n huis dat zoveel mogelijk nieuwe besmettingen zouden worden voorkomen. En dat is denk ik voor een groot deel gelukt, voor een deel ook niet. Maar dat is heel ingewikkeld in een verpleeghuis, wat er ook veel dementerende patiënten ja. zitten, die kun je niet allemaal naar buiten brengen. Mondkapjes en beschermingsmiddelen voor personeel. Ja. Dat is wel geregeld straks als ja. we het nodig hebben in oktober. Of dat is bij ons al weken, zo niet maanden geregeld. Hè. Dat is het voordeel van als je verpleeghuizen hebt die geannexeerd zijn aan een ziekenhuis. Maar in maart niet. Sorry? In maart niet. Daar waar medewerkers in contact kwamen met verdachte of positieve patiënten, hebben wij vanaf het begin mondkapjes beschikbaar gesteld. En later hebben we dat veel ruimer gedaan. En dat zal vast niet allemaal precies goed zijn gegaan, want soms wisten we niet dat een patiënt besmet was, of een cliënt besmet was. Maar we hebben daar bovenop gezeten vanaf het begin. Ja. Ja, we kunnen eens even kijken bij Mandy Brentjes hoe het is met de opluchting misschien wel van de bezoeken die er toch steeds meer mogelijk worden. De minister heeft gezegd, het kan straks weer. Heel fijn, dus inderdaad mooie taferelen. Ik kan me ook voorstellen in Hoogstaten. Zie je men die dat mensen echt opleven van het bezoek? Ja, dat zien we absoluut wel. Ja, nu mogen de bezoekers nog 3 keer per week 2 uurtjes op bezoek komen. En wat heel veel uitmaakt is dat ze op de kamer van de bewoners mogen komen en ook samen even naar buiten kunnen. Ja, je ziet gewoon dat de bewoners, maar ook echt de familie- en mantelzorgers, dat die gewoon opleven en gewoon een stuk vrolijker zijn ook. Zijn de bezoekers nog een beetje in toom te houden? Want minister De Jonge die zei natuurlijk heel enthousiast, goed, we moeten iets doen voor de verzorgingshuizen. Laten we kijken naar een ruime regeling. Maar ja, er zijn nog steeds beperkingen. Is dat moeilijk? Ja, we krijgen wel veel vragen. Ja, zowel bewoners als mantelzorgers willen natuurlijk steeds meer. En vragen ons daar ook heel veel over. En dat snappen wij ook. Wij willen dat ook natuurlijk. Ja, we moeten even afwachten wat daar het vervolg van is. Oké, okay, nou veel succes daarmee in ieder geval. Ik kan me voorstellen, niet altijd even makkelijk. Laatste vraagje. Ben je blij met de bonus? Ja, ik moet het maar eerst even zien en dan geloven. Maar ik ben natuurlijk heel blij mee en ik denk met mij nog veel anderen.
Ja, heel erg fijn. Hartstikke bedankt, Mandy, voor het feit natuurlijk dat je de laatste maanden ons een beetje door de verpleeghuizen hebt geloodst. Je bent toch ook een beetje het gezicht geworden van de mensen die werken in die verzorginstellingen. Het was hartstikke fijn om met je te praten. We gaan over het puntje van Hugo de Jonge, de minister, die dus inderdaad ook de versoepeling van de zorginstellingen, de bezoekregeling aankondigde. Nog even verder praten met Helen Mertens, bestuursvoorzitter aankomend van het MUMC. Want hij zei ook, Hugo de Jonge, die zorg die moet eigenlijk helemaal anders. Het moet niet meer ieder voor zich zijn. Die marktwerking die moet er langzaam uit. We moeten gaan samenwerken. Wat vindt u daarvan? Ja, daar ben ik het volstrekt mee eens. Als je kijkt in het huidige zorgstelsel, is er nog plek voor gedempte marktwerking. Nou, ik geloof veel meer in een samenwerkingsmodel dan in zo'n conflict- of concurrentiemodel. En ik denk dat de crisis ook heeft laten zien dat het dan lukt om die crisis samen aan te gaan als je goed met elkaar samenwerkt. Mm-hmm. Een goede buur is beter dan een verre vriend, denk ik daarin. En ik denk ook dat we ook in de crisis hebben laten zien dat die samenwerking dan ook lukt. Ja, want het systeem was eigenlijk nu dat jullie werken natuurlijk met omzet, dus je wil zoveel mogelijk klanten, zoveel mogelijk patiënten eigenlijk binnenhalen. En beter dat ze naar jullie komen dan bijvoorbeeld naar de buren in Genk of in Heerlen of in Venlo. Ja, het financieringssysteem in Nederland is natuurlijk heel ingewikkeld. Hè? Wij worden niet gefinancierd op het leveren van kwaliteit bijvoorbeeld, maar wel op het leveren van volumes. Dus inderdaad daadwerkelijk gerealiseerde zorgomzet. En dat maakt dat, dat noem ik ook de gedempte marktwerking, dat je soms het wel hebt over het aantrekken van patiënten voor de zorg die je wil leveren. Ja, dan begrijp ik dat u dat wel een goed punt vindt, hè? Dat die marktwerking in ieder geval nog iets meer gedempt wordt. Zeker. Dan gaat het ook natuurlijk over centrale regie, want we hebben gezien in deze coronacrisis dat heel veel ineens centraal nationaal geregeld wordt. Bent u daar een voorstander van? Ja, ik denk dat je dat gedifferentieerd zou moeten bekijken. Ik denk op een aantal elementen hebben we gezien in de crisis dat dat helpt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen. U noemde dat net ook al, dat voorbeeld. We hebben gezien dat de kleine voorraad in Nederland, de kleine voorraden die besteld worden, maar ook het gebrek aan eigen productie in Nederland, ja, dat je dan kwetsbaar bent. Ik denk regie op dit soort systemen, die wordt ook genomen, is heel goed. Mm-hmm. Ik denk verder dat de regie op de zorg en de herstart van de zorg en hoe je dat in een ziekenhuis doet, dat je dat heel goed regionaal of heel lokaal met elkaar kunt regelen. Ja, ik zie een buurman wippen op de stoel, meneer Jonge. Ja. Ja, toen ging het over de centrale regie. Nou ja, wij hebben laten zien dat samenwerken echt heel goed kan en heel goed gaat. En dat kan ook binnen het huidige systeem. Waar mijn zorg zit, is dat dadelijk een nieuw kabinet het hele zorgsysteem op zijn kop gaat zetten. En dan geef ik u op een briefje, dan gebeurt er heel veel. Maar dat heeft niks meer te maken met patiëntenzorg. Maar dan gaat iedereen zorgen dat zijn eigen belang weer goed terugkomt in het nieuwe systeem. Dus daar moeten we vooral vanaf blijven. Binnen het huidige systeem kan heel veel. En centrale regie op het aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en zo, dat is hartstikke goed. Maar voor de rest moeten we het, ben ik helemaal eens met mevrouw Mertens. We moeten het gewoon in de regio regelen. Daar moet iets meer regie komen. En dat kan prima, ook binnen het huidige systeem. Ja. Maar alsjeblieft niet allemaal weer centrale regie. Nee. Wat is voor u nu de belangrijkste les geweest qua bestuur in deze coronacrisis? Nou ja, de belangrijkste les is dat als de nood hoog is, dat we heel veel kunnen. Met elkaar in de regio, maar ook alle medewerkers, alle dokters in de samenwerking in de regio. Ongelooflijk wat we voor elkaar hebben gekregen. En wat we echt beter moeten doen de volgende keer, dat gaat over de voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen. Die waren echt absoluut verkeerd. Ook het hele bevoorraad systeem was niet goed. En dat geldt voor een heleboel middelen die we nodig hadden. Dat moet echt anders. En ik vind ook dat we in Nederland moeten nadenken over eigen productiecapaciteit op dat soort zaken. Want we zijn nu helemaal afhankelijk van China en van andere landen. En je ziet, als de nood hoog is, gooit iedereen de grens dicht. Ja. En dan heb je lekker niks meer. Maar ik begreep dat ook Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld de grenzen dicht deden toen u erom vroeg. Ja, ik heb dat eerder verteld. Hè. Er stonden echt containers met mondkapjes letterlijk voor de grens. En die kwamen er niet door. Terwijl wij bijna geen mondkapjes meer hadden in Limburg. Ja. En dat kan natuurlijk niet. Ongetwijfeld een punt voor de Europese Unie. Hè, en voor onze Europarlementariërs. Mevrouw Mertens, voor u nog even. Want u start natuurlijk nu in deze functie eigenlijk in een crisis. Daar hebben we veel respect voor. Hoe is dat? Ja, ik ben gelukkig al in 2017 begonnen, hè, toen ik van Zuiderland koos voor de academische omgeving, omdat ik ook erg... Maar toen was de storm nog niet zoals nu? Nee, zeker. Dus de tijd van mijn benoeming en die procedure daaronder heel even dwars door de crisis gelopen. Dat is heel bijzonder. Zeker als je op een gegeven moment ook weet dat je de beoogd voorzitter bent en mensen om je heen weten dat niet. Dat was toch wel een hele bijzondere bijmenging. Maar ik ben blij dat ik ook de organisatie in deze crisis heb leren kennen. Ik ben
enorm onder de indruk van de professionaliteit en de daadkracht van mensen. Ook de saamhorigheid en alles wat je dan toch als organisatie kunt bereiken in dit soort perioden. Dus dat geeft een goed fundament en alle vertrouwen om die toekomst aan te gaan. Ja, mag ik u daar heel veel succes mee wensen komende maanden. David Jong, ook u hartstikke bedankt voor uw komst. En nu ga ik bedanken voor het kijken, want het was de laatste aflevering voorlopig van deze avondkasten Corona in Limburg. We zijn ermee begonnen in maart met de gedachte om u toch te informeren over de crisis en de aspecten die eraan vasthingen. De elementen waar u mee te maken kreeg, gingen nog met de fanfares, kunnen we nog voetballen. Al dat soort zaken kwam in deze uitzending voorbij. We hopen dat we er u een plezier mee hebben gedaan, dat u er iets aan heeft gehad. De rest van de informatie krijgt u de komende weken gewoon weer zoals gewend bij Limburg Centraal. Ik wens u een heel fijn weekend, goede gezondheid en tot morgen.